Drunen, vrijdagmiddag 5 augustus. Het is midden in de vakantieperiode. Sommigen zoeken de zon over de grens en anderen pikken het zonnetje mee in eigen land. Het zwembad is dan een prima bestemming. Dat dacht een meisje van 14 ook, want samen met een paar vriendjes is ze op weg naar zwembad Drunen. Maar deze man zorgt ervoor dat wat een hele leuke middag had moeten worden, heel anders afloopt. Ze wordt aangerand. Het is net na 2:15. De kinderen hebben deze man totaal niet in de gaten. Ze zijn veel te druk met het hebben van een leuke middag. Hey, weten jullie misschien de weg naar de Beatrixstraat? Wat zei je? Of je misschien de weg weet naar de Beatrixstraat? Blijf hem af, kiespeuk! Het meisje weert zich af en dan weten ze ontzettend geschrokken weg te komen. De aanrander draait zich om en loopt dan opvallend rustig naar de auto. In het zwembad worden het meisje en haar vriendjes opgevangen. En de dader, de man bij de berge Peugeot, ja, die is vertrokken. Maar er zijn nog wel wat dingen die aan hem opvallen en die dus kunnen helpen om hem te vinden. Op de eerste plaats viel het de kinderen meteen op dat hij vrij gezet is, maar vooral dat zijn linkeroog afwijkt. Dat kijkt namelijk naar de buitenkant. Hij is rond de 45 jaar, ongeveer 1,70 meter, 1,75 lang. Ook opvallend, hij heeft een kalende plek op zijn hoofd, met daaromheen kort zwart haar. Hij droeg die dag een wijd donkerblauw t-shirt, een beige driekwart broek, met daaronder zwarte, hoge werkschoenen met stalen neuzen. En dan is er nog een detail waardoor hij meteen herkend kan worden. En dat is zijn manier van lopen. Hij loopt namelijk wat moeizaam, hij waggelt een beetje. Een man met een opvallend uiterlijk dus. En dan is er nog zijn auto, die hier op de oprit geparkeerd stond. Een beige Peugeot. Zoveel is wel duidelijk, want dat meisje heeft die kenmerkende leeuw gezien. Welk type? Dat weten we nog niet. Maar nu hopen we dat al die bijzondere kenmerken van de man, zijn dikke postuur, zijn manier van lopen en dan de combinatie met die compositietekening en die beige Peugeot, dat mensen iets zegt. Denkt u te weten wie dit is? Bel dan nu meteen. 0800 60 70, dat is het nummer van de tiplijn, of 0800 7000 voor als u anoniem wilt tippen. Bel nu.